Het voorjaar is er en het is een drukte van belang voor de bijen om de bloempjes op te zoeken. Maar bijenvolken worden steeds meer bedreigd door schadelijke chemicaliën. Ja, die neonicotinoïden zijn echt bestrijdingsmiddelen die de laatste jaren heel veel in het nieuws zijn. Het is een soort gewasbescherming, zeg maar, middel wat als laagje op zaden wordt aangebracht. En echt op van alles. Ik heb gelezen op sla, op andijvie, op bloembollen. En het gemene daarvan is dat de dieren niet gelijk doodgaan, maar dat ze in feite die neonicotinoïden meenemen de kast in. En dat het een soort van zenuwenbanen aantast, waardoor bijen bijvoorbeeld op een gegeven moment, nog niet eens deze bijen, maar misschien de dochters daarvan, de kast uitvliegen en dan niet meer de kast terug kunnen vinden. Ik heb net gelezen, het nieuwste onderzoek heeft eigenlijk uitgewezen dat eigenlijk bijen niet eens zozeer heel erg de dupe ervan zijn. Maar kevers en vlinders en daarna ook weer de vogels die heel erg te lijden hebben van dit soort gif, landbouwgif. Ja. Al die insecten etende vogels, die hebben er vooral last van. Er zijn gewoon te weinig insecten om opgegeten te worden. Ja. En uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook zijn weerslag weer op de oogst eigenlijk van gewassen. Ja, waar we niet bij stilstaan is dat bijvoorbeeld bijenvolken economisch ook echt wel van belang zijn. Omdat ze bestuiven. Dus zonder bijen geen appel en geen aardbei. En waarom dan per se die huisbij? Nou, we noemen de bij dan bloemvast. Dat wil zeggen, ze vliegen altijd. Dus zeg maar, als ze één keer op de appelboom gevlogen hebben, dan is het de bedoeling dat ze ook de hele dag door op die appel vliegen. Dus bloemvast. Een hommel is dat niet, die vliegt overal naartoe. Het bijenvolk van Karen de Jong staat gewoon in haar tuintje in een woonwijk in Almelo. Gelukkig zijn haar bijenvolken van een rustig soort die niet snel zullen steken. Voor de zekerheid trok we toch maar een imkerspak aan om alles van dichtbij te bekijken. Dit is een beroker waarmee je eigenlijk wat rook in de kast blaast. En bijen denken dan dat hun woonomgeving in de fik staat. En hun reactie daarop is om zich vol te zuigen met honing. En dan kunnen ze minder goed eigenlijk uit de voeten, minder goed steken. Ze zijn even iets rustiger, zeg maar. Het is echt niet fijn om in je gezicht gestoken te worden. Dat is toch hele gevoelige huid en dat ziet er ook niet uit trouwens. Is behoorlijk pijnlijk, hoewel je als imker wel op een gegeven moment minder last van bijsteken krijgt, hoor. Ja, sommige mensen zijn allergisch en als je dat bent, kan het echt gevaarlijk zijn.